Dag allemaal en welkom bij deze nieuwe video van juf Aminozuur. In deze video ga ik het hebben over het verschil tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Dus zit je in de bovenbouw VMBO en heb je biologie? Kijk dan met me mee. Allereerst geslachtelijke voortplanting. Dat is voortplanting waarbij er bevruchting plaatsvindt tussen twee geslachtscellen. Je ziet hier een zaadcel en een eicel. En de zaadcel bevrucht de eicel, dus dit is geslachtelijke voortplanting. De nakomelingen bij geslachtelijke voortplanting zijn een combinatie van de eigenschappen van de ouders. En daardoor hebben deze nakomelingen veel variatie. Ze hebben de ene eigenschap van de vader en de andere eigenschap van de moeder of andersom. Ongeslachtelijke voortplanting is voortplanting waarbij geen bevruchting plaatsvindt. En dat kan omdat een deel van een individu uitgroeit tot een nieuw individu. De nakomelingen zijn daarbij een kopie van de ouder. En daardoor hebben de nakomelingen ook weinig variatie. Het is gewoon een kopie. Bijvoorbeeld bij planten groeit een stukje van een plant uit tot een nieuwe plant. De vormen die je daarbij moet kennen zijn: bollen met rokken, knollen met uitlopers, stekken, wortelstokken en weefselkweek. Ik zal ze uitleggen. Eerst knollen. Knollen zijn verdikte stengels die uitlopers kunnen vormen. En die knollen die hebben knoppen, ook wel ogen genoemd, waar uitlopers uit kunnen groeien. En aan de uitlopers groeien dan nieuwe planten. Dat heb je bijvoorbeeld bij aardappelen en bij radijsjes. Je ziet hier een aardappel. En je ziet hier wat we noemen een oog. Hier zie je dat ook. En daar groeien dus deze uitlopers uit. Dit is een uitloper. Dus als je deze aardappel in de grond zou stoppen, dan zou uiteindelijk... Aan het uiteinde van deze uitloper een nieuwe aardappelplant groeien. Dan hebben we bollen. En bollen zijn verdikte bladeren. En uit die bollen groeien nieuwe planten. Nogmaals, als je ze in de grond stopt. Bijvoorbeeld uien en bloemen zijn voorbeelden van bollen. Hier zie je uien. En dan uit zo'n bol groeit dan een nieuwe ui. Wortelstokken. Dat is een ondergrondse stengel die vaak horizontaal loopt. En het einde van de wortelstok die buigt dan vaak omhoog en daar groeit een nieuwe plant uit. Je ziet hier zo'n wortelstok die dan normaal onder de grond loopt en die zou dan aan het uiteinde omhoog buigen en een nieuwe plant vormen. Dan hebben we stekken en bij stekken wordt een stukje van een plant afgesneden. Die wordt vervolgens of in water of in potgrond gestopt en dan gaat die vanzelf wortels maken. En uh, dat stukje groeit dan uit tot de nieuwe plant. Hier zie je een stekje. Je ziet hier dat het een stukje was met een paar bladeren. Een stengeltje met een paar bladeren. En je ziet hier dat hij al uh, wortels heeft gemaakt in dit potje met water. Dan hebben we weefselkweek. En bij weefselkweek wordt een groeipunt van een plant afgesneden. Dat zit bijvoorbeeld aan het uiteinde van een stengel. En dat groeipunt wordt op een voedingsbodem geplaatst. En uit dat groeipunt groeit dan een nieuw plantje. En je ziet dat hier. Dan hebben we iets wat we veredeling noemen. En veredeling behandelen we ook bij dit onderdeel omdat het een combinatie is van allebei. Bij veredeling kruis je twee plantenrassen met elkaar die geschikte eigenschappen hebben. Dus die eigenschappen hebben die jij wil hebben. Vervolgens selecteer je de beste nakomelingen die beste nakomelingen, die laat je vervolgens ongeslachtelijk voortplanten, zodat ze allemaal hetzelfde zijn en dus allemaal die eigenschappen hebben die jij wil hebben. Dit wordt ook wel kunstmatige selectie of selectie genoemd. Met behulp van veredeling hebben we uit één wilde plant zes verschillende type planten en dus ook zes verschillende type groenten weten te krijgen. Zo komt uit deze wilde plant de uh, spruitjes, kool, boerenkool, broccoli. Bloemkool en koolrabi. Komt allemaal uit dezelfde plant en is uh, geproduceerd met behulp van veredeling. Dat was de video over geslachtelijke versus ongeslachtelijke voortplanting. Uh, heb je nog een vraag? Laat het dan weten in de reacties en ik beantwoord je vraag zo snel mogelijk. Vond je het leerzaam? Laat dan even een like achter of een leuke reactie. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van zulke uitlegvideo's. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.